Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, mijn stem is een beetje hees, maar oké, maakt niet uit. Het is vandaag alweer 19 juli 2018. Ik ben al een hele tijd wakker, alweer een hoop gedaan, pakketje opgehaald. Gratis boodschap gedaan bij de Jumbo, laat ik ook jullie vandaag nog even zien wat we hebben gehaald. Speedy die moet even weer aansterken, dus ook dat laat ik jullie even zien. En daar horen jullie later meer over. Maar ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, dan ben je bezig. Op internet. Gaat in één keer alles uit. Nou ja, uit. Internet valt uit. Ja. Of waarschijnlijk heb ik een update. Ik zal eens even kloeren of ik een update heb. Kunnen we dat zien vanaf hier? Is gewoon uit. Hey, dat is raar. Ga eens even iets meer bekijken, mensen. Hij is gewoon uit, joh. Ik weet niet of mijn koelkast uit is. Ja. Hey. Dus even kijken wat er aan de hand is. Schuddelt. Dit is niet grappig. Kom maar eens uit. Alles is... Dit is heel gek. Ik ga ze even achter dingen aanbellen. Yep. Dit klopt niet. Nop. Goedemiddag allemaal. Welkom dat jullie mij weer aan het bekijken zijn. Aan het kijken. Ja, bekijken. Want dat is eigenlijk aan wat jullie doen. Bekijken naar nou, wat ik allemaal aan het zeggen ben. Want anders was het ook geen YouTube, toch? Ja. Nee, maar wij hebben de stroomstoring gehad. Hoogvliet weer open? Open niet, dan niet. Nee, maar wij hebben dus hier in de wijk, deel van de wijk, stroomstoring gehad. Want wat ik heb begrepen, ik doe het maar even zo, hè. Dat er dus een kabel ergens kapot is geknipt. Maar we hebben nou ruim een uur, anderhalf uur of zo zonder stroom gezeten. Ja, lekker ouderwets, helemaal niks, helemaal geen tv, geen telefoon, geen pc, helemaal niks. Geen stroom op en op je vriezer of op je koelkast. Dus ja, iedereen die zei al, ja, maar dan moet ik alles weg gaan gooien, dan kan ik, ah joh. Maak je niet zo druk. Alleen, er is gewoon een kinderfeestje hier al even in de buurt aan de gang. Dus daar maak ik mij gewoon hard voor, dus ik heb Steden ingebeld. Ik heb Den Haag gebeld. Den Haag, ja, de gemeente. En die zou bam weer bellen, dus eens even kijken wat er allemaal aan loos is. Maar al een deel van de wijk heeft alweer stroom, daar ben ik heel blij mee. En ik heb mijn mannetje aan de telefoon, gezellig, gezellig, heel, heel gezellig, ja. Hij is nu aan het lopen, post rondbrengen bij huizen en reclame rondbrengen bij huizen en bij de mensen die het willen. En post bij mensen die erg geadresseerd zijn, hè. Want anders hebben we er ook niks aan. Verjaardagskaart of zo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. In de weiland staat een koe en die zegt. Hè? En die zegt. Weet ik veel wat die ook alweer zijn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. In de weiland staat een koe. En die zegt I love you. Happy birthday to you. Ja. Die moet ik een beetje in mijn kop zien te houden. Die is wel leuk. Ja. Want die kreeg ik ook laatst te horen en te zien. Happy birthday to you, happy birthday to you. In de weiland staat de koe en die zegt I love you, happy birthday to you. Kijk, dat is leuk. Ja. En mij, nee, ik ben geen koe. Nee, en ik ben ook geen varken. En ik ben ook geen trolletje, nee. Nee, maar oké, gekkigheid op stokje.
Ik heb nou even geen stoelen. Nee hoor. Die hebben de buren even alleen. Mag van mij. Vind ik helemaal niet erg. Ik krijg ze of vanavond of morgen weer terug. Dus ja hoor. Ik maak me niet zo druk meer tegenwoordig. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal goed. En wat ik al zei, de post die komt zo meteen. Dus ik ga jullie gewoon lekker meenemen in mijn hele proces post sorteren. Ik heb mijn eigen wijk en dan heb ik nog een andere wijk. Dus eens even kijken hoe er wat. Dus het komt wel helemaal goed. Dik in orde, zal ik maar zeggen. Toch? Ja. En als mijn mannetje er is, die neemt Blue weer mee. Dus dat wordt weer een happening boel. Nou, het is alweer bijna 4:15. Het is nou 4:10 om even precies te zijn. Ik had dus al gezegd aan dat de post zou komen. Nou, die is er. Ik heb mijn eigen wijk en mijn mannetje heeft zijn eigen wijk. En dan hebben we nog 3 invalwijken. Ik ben nu al net bezig met mijn eigen wijk te gaan sorteren. Ik zal het even laten zien. Kijk, daar ben ik dus al mee bezig. Ik heb zelf 2 kratten. Mijn mannetje heeft 2 eigen kratten hier al achterin. Hier al. Dat is een invalwijk met 3 kratten. Dat is een invalwijk en deze. Dus deze 3, dat zijn invalwijken. En dat is een eigen wijk en voor mijn mannetje. En dan ben ik nou bezig met post sorteren. Ja, post sorteren. Joepie. Dus ik weet niet of ik jullie ergens neer kan knallen. Dat ik jullie even mee kan nemen met het sorteerproces. Dat zou ik wel weer leuk vinden namelijk. Om jullie gewoon even lekker mee te nemen in het hele gebeuren. Ik hoop dat jullie een beetje nu zo blijven liggen staan. Ik hoop het wel. En ik heb ook weer mijn mannetje aan de telefoon. Wie anders? Daar naartoe. En zoals wat jullie van mij ben zijn gewend, noem ik dus nu geen namen op van straatnamen. Dat ga ik dus nou niet doen. Ook voor privacy van de bewoners waar ik aan loop. Maar dat lijkt me wel handig toch? En normaal. Zo kan ik jullie wel gewoon meenemen in mijn werkproces. Of ik niet de camera pak of zo. Zo. Hartstikke idee. Ja, en via de app kunnen we dus ook elastiekjes en stickers aanvragen voor de retouren. En ik had geen kleine elastiekjes meer, dus ja, die ga ik dan even aanvragen vanzelf, hè. Eens even kijken. Zoveel had ik niet. Scheelt ook weer, want ik had maar 11,2 kilo. Dus dat is niet zo heel gek veel. Maar ja, dit mag ik dus ook zo meteen gaan missen. Nee. Ik vind het echt helemaal niet leuk. Dit is een beetje de routine van mij geworden. Heel gek. Een paar jaar terug, dat vond ik helemaal niet leuk. Kun je nagaan. Hoe dus iemand kan veranderen. In de goede zin, zeg maar. Jou even daar neer knallen. Zo. En dan denk ik ook weer dat ik even aan, want ik moet sowieso morgen anders lopen. Sowieso. En dat maakt me helemaal niet uit en ik ben wazig. Joehoe. Zal ik nou even mijn camera een stukje hier naartoe knallen? Zien ze tenminste iets? Hé, toch? Ja. Ik ben nooit en ik ben niet gestoord. Floris, Hanne. Hanne bedoel ik, Hanne. Laan. Kijk, dat kan ik dan wel zeggen. Eigenlijk. Arie. Ik ga niet helemaal vertellen. Hanne. Hanne, Hanne, Hanne. Te. Hanne. Hanne. Hé, hey, Hanne. Ga je niet hangen?
Floris, Laan, Harry, Floris en Laan. Terecht. En dan eens even kijken of ik jullie weer even anders neer kan zetten. Ook leuk. Zo, als ik het deed, doe ik het even zo. Ik weet niet of het allemaal goed gaat hoor. Helaas pindakaas, jammer dan. Nee, want ik heb hier ook nog post. Ja. Ik wil wel het allemaal zo goed mogelijk in beeld brengen. Het is wat even anders. Zometeen. Oh, leuk. Ja. Dus. Ook grappig. Zo, nou. Tweede bak. Zo. Arie. Laan. Hanna. Laan, Floris, Tressa, zo, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Eens even kijken. Zo. Laan. Bereid. Nou, wat is het dan? Ja. En toen? Ja. Dus? En toen zag ik ook dat ik weer bijna mijn kamer even op moet laden. Benoord. Zo. Benoord. Arie Benoord. Zo. En dan ga ik dit nog even uitzoeken. En dan ben ik klaar met straat leggen.
Ja. Nou, ik ga dit nog even doen, jongens. Dit en dan ga ik lekker op nummers doen. En dan de ziekjes nog mee, want we hebben nog heel veel te doen. Echt veel. Zo, dan gaat er iets niet goed. Nee. Even kijken. Ja, nou wel. Nou, en mijn mannetje is er ook. Kijk, die is druk bezig met postsorteren. Hij is goed. Nee. Gaat ie? Redelijk. Redelijk, oké. Okay. Want? Het is warm. Het was veel post vandaag. Veel lopen. Ja. Het zat behoorlijk door elkaar heen. Dus dat schiet dus niet echt helemaal op, dus. Nee, dan kun je beter even van tevoren eventjes wat hersorteren, zeg maar. En dan heb je liever, denk ik, dit, of niet? Nee, je moet die ook nog op straatniveau leggen. Ja, maar ik bedoel donderdag is geen wijk daar, maar gewoon lekker hier. Ja, daar zit het verschil in, ja. Maar daar liggen dus eigenlijk op straat. Een beetje door elkaar heen. En dan moet je het wegbrengen. Dan denk ik, oké, eventjes herbundelen. Dat is soms wat sneller dan eventjes... Ja, maar je bent wel lekker gewoon bezig. Je zit en als het regent en dan zit je hier ook. Ja, dat is een werk die ik niet ken. Nee, ik ook niet. Als je eventjes uitzoekt, dan hoe zit dat. En als je het niet weet, dan heb ik daar nog een hele mooie grote scherm. Dan kun je het ook opzoeken. Schat. Ja, dat klopt. Nou, en hier zijn ze ook weer lekker bezig met stoeien. Mijn blouse is helemaal hier, helemaal in dat element. Samen met Lovely. Ja, en de twee kinderen, die vinden het helemaal geweldig. Alleen ik ben moe. Je moet misschien ook wel denken een beetje aan, maar ik ben gewoon gerakbraakt. Maar dat maakt niet uit. Ook nu zien we een keertje even met elkaar. Maar ja, wat wil je ook. Buikwandcorrectie komt eraan. Dus de 31ste van deze maand heb ik een afspraak in het ziekenhuis. Normale leven gaat ook gewoon door. De bruiloft komt eraan. Dus het is allemaal heel veel bij elkaar. Het is gewoon stress, stress, stress. En leuk stress, dat wel. Maar het slaat zo, gewoon zo goed op mijn stem. Daar kan ik heel slecht tegen. En het slaat ook gewoon op mijn vermoeidheid. Maar ja,
Helaas spinnenkaars voor het helemaal bij. Ja, het was nog even donker. Ik weet het. Ik moet even mijn oplaadkabeltje hebben. Nou, het is weer donker, hè? Ja, maar ik ga weer naar het licht toe. Ja. Nou, Roderick is alweer even weg. Die is even naar huis, even wat eten. Nu nog, het is nou net 10:55. En ik ga even vlog in elkaar bouwen. Vanzelf. Dus ik moet ook even videomateriaal even mijn telefoon afhalen. Anders werkt het niet echt, hè. Als je iets wil. Nee. En als je ook nog wel eens filmt met je telefoon. En met dit ding. Dan zou je toch ook eventjes materiaal van je telefoon af moeten halen. Anders kun je wel vlog in elkaar bouwen, maar dat werkt niet.
Nee. En we gaan morgen met de post lekker op tijd beginnen. Ja. Anders dan hebben wij een probleem. Ja. En dat is ook niet echt helemaal slim. Die staat ook al online volgens mij hier. Kijk, dat is mooi. Ja, en ik zit weer heerlijk aan mijn keelsnoepje. Ook leuk. Dus ja. Ik ga dat even doen. Even kijken hoe ik de vlog laat heten. Ook zoiets, ja. Heb je dorst, meid? Nou, dan wat er eigenlijk morgen eigenlijk een beetje op de planning staat. Postlopen, lekker op tijd beginnen. Ik ben ongeveer 7:45 hier weg. 'S Ochtends vroeg. Om 12 uur en dan heeft Rodus een sollicitatie. Op locatie. Als chauffeur. En dan eens even kijken. Nou ja, wil ik eigenlijk weer een beetje met de voorbereidingen van de bruiloft weer verder, zoals kaarten en tekst. Dus ja, dat is ook wel weer wat. Dus dat wordt ook wel weer geweldig, leuk, gezellig. Ja. Dus ik ga even kijken wat ik morgen ook kan doen en dan vast weer wat in dozen doen, want mijn toon doet het ook weer, want ja. Mijn toon die deed het bijna 1,5 maand weer niet. Dus ik had al gebeld van, joh, luister, mijn toon doet het niet. Help, wat kan ik doen? Nou, wat ik had alles al naar haar gegaan. En wat altijd moet. En toen zei hij, nou, u weet het wel hoe het moet doen, hè? Ja, dat klopt, dat weet ik ook. Nou, dan gaan we maar snoertjes en zo'n kastje weer bestellen. Prima. Die kwam vanavond om 7 binnen. Ja, 7 uur. Maar hij doet het weer. Het lag dus aan dat kastje die dus in een stopcontact moet. Ja. Die was dus gewoon kapot. Nou, en ik heb dus nu nog extra snoertjes, dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, dat is even wachten en dan komt het weer helemaal goed. Ik ben blij dat mijn tonen doet. Nou, voordat ik met de hondjes ga lopen, ga ik jullie eerst even bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Top dat jullie hebben gekeken. Misschien tot het begin, misschien tot het midden, misschien tot het eind. Ik weet het niet. Maar sowieso bedankt. Heb je deze vlog helemaal gezien? Ook top. Maar toch bedankt. Ik blijf bedankt zeggen. Geef niet, helemaal niet. Ik zou zeggen, gooi die blauwe duim omhoog. Abonneer even op mijn kanaal, ons kanaal. En laat een leuke reactie achter. Doe even een like. Nou ja, dat had ik al gezegd, blauwe duim. Maar oké. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot morgen maar weer.